Deze nieuwsuitzending gaat over chaos en de theorie daarbij. Chaos is onduidelijk. Bij chaos weet je niet wat er gaat gebeuren. De theorie over de chaos, heeft een hoogtepunt gekregen in de jaren 80 van de 20e eeuw. Toen kwam dat echt op de agenda. In de jaren 90 is dat lekker doorgegaan. En de laatste tijd hoor je niks meer over chaostheorie. Misschien vinden mensen het achteraf te ingewikkeld. En het is niet ingewikkeld, chaostheorie. Het is erg eenvoudig. Als jij... Dan ga ik weer terugkomen op mijn favoriete onderwerp. Als jij je Bijbel begrijpt. En je bent een beetje, je kent de 10 geboden wel. Dan is dat voor jou allemaal heel makkelijk. Orde is dat wat voortkomt uit chaos. Dat dicteert de chaostheorie. Ik ben behoorlijk onderlegd in chaostheorie qua wiskunde. De Julia-set, de Mandelbrot-set, de wet van Einstein die gejat heeft volgens mij van zijn vrouw Mileva Maric. Die vrouw die was cum laude afgestudeerd aan een Servische universiteit. Eerste wet van die wet van Einstein, zo wordt die genoemd. Want die andere dingen over die relativiteitstheorie, dat zijn bespiegelingen. Maar de wet van Einstein, die klopt. Dus dat is ook echt zijn wet. En dan is de vraag, de vraag, dus de hypothese, de onderliggende stelling is... We hebben een heel groot leeg plein. In het midden staat een dronken zeeman. En niet per se een zeeman, maar zeemannen staan dan bekend dat ze heel veel alcohol drinken als op de wal zijn. Dus die is echt ontzettend dronken. En waar is die zeeman na zoveel tempo? Die man die weet telkens een stap te zetten... Maar hij heeft geen enkel idee waar die is en waar die naartoe moet. Chaos dus. Maar de wet van Einstein is elegant. En voor de tweede keer zeg ik, het kan reuze goed zo zijn dat het die vrouw was die Einstein heeft afgekocht volgens de overlevering. Van meisje, als je verder je mond houdt, heb je hier 100.000 dukaten of zo. Nou, die wet die klopt. En erg mooi. En die heb ik gebruikt voor mijn afstudeerscriptie. Helemaal op chaos gebaseerd en dan vanuit de computerkant. Nou, als je chaos wil in een computer, heb je een functie en die heet RAND, random. En vaak wordt het afgekort. Soms zie je echt random staan. En er kan ook staan RND, een random generator. Dus je krijgt een getal binnen en dan krijg je nog een getal binnen. En het volgende getal, dat heeft geen enkele relatie
met het voorgaande getal. Het is allemaal één grote puinhoop. Daar kan je hele leuke dingen mee doen. Daar heb ik een boek in handen gekregen. Daar heb ik al 10 jaar of langer misschien wel in huis. Tweedehands gekocht volgens mij. Of gekregen van iemand. En het heet Orde uit Chaos. Dat boek is geschreven door Ilja Prigorgin met een vrouwelijke assistent. En die staat netjes vermeld met haar volledige naam op de voorkant. Hij is de hoofdauteur en zij heeft aangevuld. Kijk, dat vind ik een eerlijke verdeling. Dat is niet op zijn Einsteins. Dat je je vrouw afkoopt. En dan zeggen van, nou, dan moet je wel uit de schijnwerpers wegblijven. Want ik ben Albert Einstein. En ik ga een hele slechte hairdo krijgen. En ik ga allerlei onzin lopen vertellen over een speciale relativiteitstheorie. Jeetje, wat een lange zin was dat, zeg. Nou, die Ilja Prigorgin was ook bezig met die chaos. En dan vanuit een chemische hoek. Erg interessant. Als jullie daar meer van willen weten. Het boek heet Orde uit Chaos. En het is Ilja. Dus dat is een I-L-Y-A. Ilja. Prigorgin. En Prigorgin, dat schrijf je zoals je het zegt. P-R-I. Allemaal I's. Prigorgin. Wat hij heeft geconstateerd is dat je chemicaliën in een klokfunctie kan brengen. En dat doen ze tik-tok, tik-tok, tik-tok. Net als een klok. Moet er een beetje energie moet erbij. Op een of andere manier. Dan heb je zo'n chemisch systeem in een eeuwige herhaling gebracht. Voor de slimmerikken onder jullie, dan weet je dat Friedrich Nietzsche het had over het leven is een eeuwige herhaling. Je hebt dan als chemicus die stof in een eeuwige herhaling gebracht. En op een dag, dan stort dat in elkaar. Op een moment. En dat moment kan je niet voorspellen. Dat dicteert de chaostheorie vanuit de hoek van Ilja Prigorgin. En ik kan dat alleen maar beamen. Wat is dus chaos? Ja, vanuit de ICT-hoek is dat je niet kan voorspellen wat het volgende wordt. Echt niet. Dat is je uitgangspunt. Bij Ilja Prigorgin ging de chaos om het opleggen aan een systeem van moleculen. Dus niet dat dat dierenexperimenten waren. Hij stopte wat broom en wat chloor en wat hij allemaal deed. Lees dat boek maar. Het was geen moleculenmishandeling. Geintje. En dan breng je dus een systeem in een disbalans. Door het iets op te leggen. En als dat breekt, dat heeft Ilja Prigorgin geconstateerd als chaos technicus. Als dat breekt, dan breekt het op alle fronten in één keer. Dus als je een systeem een tempo gevoel hebt opgelegd, van
dat is als ons wordt aangedaan. Met het begrip vakantiegeld. Ik wil helemaal geen vakantiegeld. Trouwens, jullie wel? Ik niet. Wat heb ik eraan? Ik wil op vakantie, dat wel. Ik wil niet de hele tijd werken, want dat geeft alleen maar CO2-belasting. Maar dat ik maar eens per jaar vakantiegeld krijg. En dan moet je ook nog controleren dat je het binnen hebt gekregen. En als je het niet binnen hebt gekregen, dan moet je ergens naar de kelder. Er zit zo'n boekhouder en die zegt, ik heb mijn vakantiegeld niet gehad. En dan zegt die boekhouder, oh, maar wat is dan je personeelsnummer? En dan zeg je, ja, dat heb ik hier ergens bij me. En dat heb je dan niet bij je. Dan moet je weer helemaal naar boven. Moet je je personeelsnummer opzoeken. Moet je weer naar beneden. Dat is chaos. En geen orde. Mensen dienen te werken, allemaal. En ja, wat je kan doen, hè? Er zijn mensen met, die hebben geen interesse in wiskunde. Dat vinden ze saai. Die gaan veel liever. En dat doen ze ook wiskunde trouwens. Maar ze gaan veel liever met straatstenen. Dan gaan ze met een hoekje maken. En dan maken ze een visgraadpatroon. En dan kan er nog wel witte stenen doorheen. En dan lekker puzzelen de hele dag. Gewoon op je knieën. In het koude zand. Met van die kniebeschermers. En als het 12 uur is, dan ga je naar de dichtstbijzijnde supermarkt. En dan haal je een fristie. En een broodje hotdog. Of wat je maar lekker vindt. Die zijn ook bezig met wiskunde. Ze werken. En straten moeten er gelegd worden, naar mijn mening. Kan je verzinnen hoe efficiënt dat kan? En nou, laat het maar over aan de man. En niet iedereen is dus bereid of heeft zin om in een rokerige ruimte te zitten met een stapel aantekeningsblaadjes en een vulpen. Dus op al die terreinen heb je verschillende aspecten van die mensen die bezig zijn. En ze worden bezig gehouden. Ik heb in een vorige uitzending iets verteld over loonbelasting. Dat dat misdadig is. Dus wij worden in een ritmeklok gehouden, die slaat nergens op. Dat is chaos. Mensen moet je met rust laten. Ja, maar als je mensen met rust laat, dan gaan ze allemaal kinderen krijgen. En sommige kinderen van sommige mensen, daarvan denk ik, waar is jeugdzorg? Als het echt van die klote kinderen zijn, dan map ze een keer in elkaar. Gewoon voor de gein, een keertje. Ik wil ook helemaal geen politie meer. Ik ben klaar met die lui. Ze doen helemaal niks. Dat is chaos. Ja, je moet de politiebelasting betalen, want de politie heeft het heel erg druk met het ontdekken waarom ze de meeste misdadigers niet weten te pakken. En ze gaan een verbeterplan opstellen. En daarvoor hebben wij een vergadering belegd in Geleen. Ja, dat kost wel wat, want we gaan na afloop gaan we bowlen. Dat is chaos. Als de politie geen politie is, het houdt ons maar in een tredmolen van leugens. Dat is chaos.
En die vrijmetselaar klojo's, en dat zijn dan de onschuldigen in mijn ogen, die denken dat ze geheime waarheden aan het leren zijn. En die geloven dan in ordo ab chao. Dus orde uit chaos. Dus je moet chaos juist veroorzaken om een orde te krijgen. En zo werkt het niet. Niet volgens Ilya Prigogine. Die een Nobelprijs heeft gekregen, net als Barack Obama. Maar dat wil niet zeggen dat Ilya Prigogine met zijn boek Orde uit Chaos uit zijn nek loopt te kletsen. Want hij staat in zijn inleiding stil bij de wanstaltige, vergiftigde entiteit die de Verenigde Naties heeft voor zover het gaat over de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, waar niks van deugt. Lastige chaostheorie. Auschwitz, dat was ook chaos. In Auschwitz was je je leven niet zeker. Er zijn er veel mensen levend van weggekomen en dat is maar goed ook. En kunnen ze dat verhaal nog navertellen? Maar het was daar een chaos. En erg veel mensen zijn daar naar hun eigen mening onverwacht aan overleden. Of naar de mening van hun familieleden. Want wij zagen die dood niet aankomen. En uit die chaos komt een orde. Dus Ilya Prigogine heeft voor zichzelf geconstateerd: ik ben in staat om een groep moleculen, een verzameling moleculen, te laten vibreren en in een toestand te brengen. En op een dag is het poef. En dan valt alles weer terug naar hoe het was. Ik weet ook dat ze bij IBM, de International Business Machines, daar hebben ze een research and development project gehad. En dat behelste Avalanche. Dat is de Engelse term. Dat alles in één keer, hoe noem je dat op het Nederlands? En wat ze deden? Ze hadden een apparaat en er viel telkens één zandkorreltje op een bepaalde coördinaat. Dan krijg je dat daar een kegel ontstaat. Er vormt zich niet een piramide, want hij is rond. Maar dat krijg je dan. Ja, dan ga je gewoon door met die zandkorreltjes erop laten vallen. En dan is er één zandkorreltje. En die veroorzaakt een lawine. Dat is het Nederlandse woord voor avalanche. Die veroorzaakt een lawine. Eén. En die jokers, allemaal, die IBM-medewerkers, die allemaal blij waren van, oh, we mogen R&D doen, dat is de afkorting, Research and Development doen, voor IBM. En wij gaan zandkorreltjes laten vallen en die gaan we allemaal monitoren met de lenzen, en digitaal registreren en uitrekenen. Nou, die kwamen erachter dat ze de lawine niet konden voorspellen. Het was die ene korrel en toen troem. En om dan terug te keren naar de metafysica, dus het christendom. Het christendom zegt dat de Christ terugkomt.
In de Openbaring van Johannes staat daar een heel dramatisch verhaal over. En veel van ons zullen het loodje laten. Ja, dan had je maar niet met de buurvrouw moeten wipperen tijdens carnaval. Toen het geen carnaval was, maar jullie waren allebei dronken. En je hebt het niet toegegeven dat het fout was. Je hebt tegen je kinderen gedaan alsof er niks aan de hand was. En toen kwam die scheiding. Want die kinderen werden boos. Ja, vind je het gek? Ja, maar Piri, dat betekent dat ik geen seks mag hebben met de buurvrouw. Ja, inderdaad. Don't go that way. En die tijd, dat is het oordeel wat geveld zal worden. Dus iedereen die zegt, oh ja, maar ik vind monogamie, als je serieel monogaam bent, ben je ook monogaam. Kennen jullie die term? Seriële monogamie? Ik kende hem niet voordat de moeder van mijn kind daarover begon. Ze had het in een vrouwenblaadje gelezen en zij wilde ook serieel monogaam. Dus zij zei tegen mij, nou, we hebben tot nu toe hebben wij dan, zijn we één vlees geweest en nu ga ik één vlees zijn met Karel. Dus niet meer met jou. Ja, tenzij je mij ook wilt doen, terwijl ik Karel ook doe. Jezus mijn Christus. Dat is chaos. Dat is mij als man een beetje een tijdschema opleggen. Als de vader van haar kind en ik zorgde voor de hele reutemeteut inclusief de afwas. En we gaan dat doen. En dan de hele omgeving, ja, serieus, in de buurt, iedereen blij. Ja, dat is nou typisch, goed voorbeeld van een vrouw. En die is serieel monogaam. Ze heeft maar seks met één man tegelijkertijd. Namelijk op dinsdag met Piet en op donderdag met Henk. Laat het even op je inzinken. Dat is chaos. Dan krijg je huilende kinderen van. Ik was stom verbaasd. Toen in 2009 is er een punt achter gezet. Want ik was het totaal beu. En dan mijn kind huilen, jongen. En dat had ik niet verwacht. Van papa en mama gaan scheiden. En toen ging ze huilen. Toen dacht ik, nou oké, dat is even schrikken. Maar ze bleef maar huilen. Ze heeft al 6 maanden lang, als het maar even het woord scheiding of whatever, of een gevoel van de toekomst, tot haar binnendrong. Dan kwamen de waterlanders. En die kerels die graag met haar wilden fornicaten, die vonden het allemaal geweldig. Oh, wat is je kind snel volwassen geworden. Ik denk, jij zulke homo's. Kijk, er komt een dag, dan word ik zo boos. En dan pak ik echt mijn kromzwaard. En dan gaan de koppen rollen. En daarmee refereer ik aan Romeinen 12 vers 19. Met ik bedoel ik de Heere Heere. En die boosheid die ik dan voel. Ik heb daar alleen, voor dat gezin heb ik elke dag de afwas gedaan. 6 dagen in de week ontbijt gemaakt. Ik hield alles in de gaten. Ik heb die vrouw, de moeder van mijn kind, goed te eten gegeven. Ik heb gezorgd dat ze vrije tijd had. Ze mocht ook werken van mij. Wat, ja, en dan andere mannen, die gaan haar lekker lopen wipperen. Dat is chaos.
En dan kan je zeggen, ja nee, maar als we allemaal maar lekker gaan lopen wipperen, dan wordt het nog veel beter. We moeten allemaal meedoen. En die ene die niet fornikeet, die moet je overhalen om toch te gaan fornikeeten. Want dat werd tegen mij gezegd. Toen mensen mij vroegen van hoe gaat het tussen jou en de moeder van je kind, dat ik zei, ja, zij is een fornicator. Zij is overspelig. Nou, dan ga jij toch ook overspel doen? Dat is heel lekker, man. Heb je lekker... Moet ik dan die vorige uitzending erbij halen? Je moet helemaal niet fornicaten. Dat is rete gevaarlijk. Als je alleen maar gaat tongen. Maar wie ga je tongen? Heb je een uitwisseling van lichaamsvloeistoffen? Ja, met wie? Wat heeft hij net gelikt voordat hij jouw tong ging likken? De penis van Harry? Ik ga maar gewoon door, hoor. Dat moet toch een keer duidelijk worden voor jullie? Een leuke anekdote. Weet je waar keelkanker vandaan komt? Want ik ken statistiek. Ik ken het. En ik kan het ook. Dan moet ik wel mijn kennis even opfrissen en mijn favoriete boek, dat is gejat. Dat was kut. Ik had toen een baantje bij de Landbouwuniversiteit, of nee, Landbouwuniversiteit heette het toen. Dat is nou Wageningen University Research, blah, wur. Ik wurgde geen wur heette, maar... In die tijd golden er echt strenge statistische wiskundige regels. En als je achter de DEC 10 wilde, dat was de minicomputer die ze daar hadden. Ik denk een 32 bits machine. Misschien wel, nou, nee, het moet 64 bits geweest zijn. Een trage bak, want we zaten met 100 man tegelijkertijd op. En dan werden alle, dan kon je wel proberen in te loggen, maar dan kreeg je zo'n schermpje van system overload, je kan er niet in. En die tijd. En toen is dat boek van mij gejat. Maar ik weet van statistiek. De statistiek is omgaan met chaos. Je kan niet zomaar zeggen... Je koopt een dobbelsteen in een spelletjeswinkel en dan ga je even uitproberen. En dan gooit hij een 6. En dan ga je heel boos terug naar die spelletjeswinkelhandelaar. En die zegt, ja, de eerste worp was gelijk een 6. En deze dobbelsteen, die klopt niet. Maar als je 6 keer een 6 gooit... Dan is het misschien tijd om terug te gaan naar die spelletjesgoed, speeltjeswinkel. En te gaan klagen over je dobbelsteen. Want hij moet wel in balans zijn. En statistiek kan het duidelijk aantonen. Nou, wat hebben ze nou geconstateerd? Dat mannen met keelkanker... Dan denk je gelijk, ja, al die mannen die hebben sigaren gerookt. Of pijp, whatever, pijptabak. Of van die vieze checkjes. En daarom hebben ze keelkanker. Nou, dat bleek niet significant. Dan zijn ze door gaan vragen. En wat bleek nou? Er was een onafhankelijke parameter. Een onafhankelijke parameter, dat is een parameter die je gewoon vraagt. Je hebt een hele grote groep te onderzoeken en dan vraag je, heb je rood haar? Dat kan, als je niet iemand live ziet, dan
wat is de kleur van je haar, kan je dan vragen. Dat is dan rood of blond of bruin of zwart. En je kan vragen, heb je veel of weinig okselhaar? Wat is de gemiddelde lengte van je okselhaar? Dat zijn onafhankelijke parameters. Nou, en een onafhankelijke parameter die ondervraagd werd, was, heb jij cunnilingus gedaan? En cunnilingus is een vorm van orale seks, waarbij de man zijn tong, nou, als je meer wil weten, dan zoek het maar op. Beffen is het andere woord. Nou, op zich was beffen geen probleem voor de monogame mensen. Want als jij een partner hebt, jouw vaste partner, en die ga jij beffen, dat kan jij heel leuk vinden of zij heel leuk vinden. Staat het in de Bijbel dat het moet? Nee, dat staat er helemaal niet in. Wat zeker vastgesteld is, dat als jij eens per week een of andere vrouw gaat beffen, dan is het bingo. Dat is significant. Dat is gecorreleerd. En denk dan eens even terug aan de 10 geboden. Waarin staat, gij zult niet echt breken. Geen seks voor het huwelijk. Hou die schimmels in de gaten. Ja, heb jij behoefte aan keelkanker? Nou ja, bef jezelf. Ga naar Thailand. Dan mag je beffen, jongen. En dan krijg je alles binnen. Het hele spectrum. Van alle rotzooi. En God heeft dan gezegd, ja, dat gaat dus niet. Dat moet je niet doen. Want dan krijg je keelkanker. Dus ik zeg het maar gewoon. En ook het gedoe met baarmoederhalskanker. Dat is ook zo'n onzin. Baarmoederhalskanker krijg je van fornication. Overspelen, de hele tijd wippity-wip. Dus Sodom en Gomorra, nu tot in de eeuwigheid. Dank u wel, amen. Ja. En dan krijg je HPV, dinges, ellende. Baarmoederhalskanker. En vind je het gek? Wat denk je dat je je lichaam aandoet? Oh, ik heb mijn lichaam volgepopt met allerlei schimmels. En sommige uit Zuid-Amerika, want dat waren zeemannen. En ook dat allerstomste idee wat je kan doen als mens is om een man, even tegen de mannen, hè? Als jij een penis van een man in jouw anus laat stoppen, en ik weet dat het gebeurt. Als je dat doet, waar ben je mee bezig, idioot? Je endeldarm, dat bloed wat daar langs stroomt, neemt wel degelijk stoffen op. Als je me niet gelooft, dan moet je een klisma maken. Dat kan je zo zelf maken, dus niet zeuren. Je hebt een nozzel nodig, een spruitstuk. Maar dat kan je ook nemen van zo'n zak waarmee je slagroom spuit. Die stop je in je anus. Of gewoon een trechter. Doe daar eens een... ik zou niet te veel doen. Hoor. Maar om te beginnen, 100 milliliter whisky. Doe het eens. Gewoon om mij een plezier te doen. En vertel me eens of je toen dronken werd. En ik voorspel jou dat jij ongelooflijk dronken wordt. Wat je ook kan doen is dat je neemt hasholie.
En dan heb je zo'n injectiespuit, denk ik, voor nodig. Maar dan zonder naald, maar gewoon een nozzeltje en een spruitstukje, meer niet. En dan pik, in je anus en dan hoppa, al die hasholie erin. Ga maar kijken of het werkt. Ik zeg je van wel. Want het bloed wat langs je endeldarm stroomt, gaat niet eerst langs je lever. Want God heeft verzonnen dat wij dat soort gekke dingen niet gaan doen. Hij heeft ook zo zijn beperkingen gehad. Van ja, niet alles kan. Het is ook niet nodig. Als je alles wat je binnenkrijgt in je mond doet, heb je als eerste je speeksel. Dat begint al het zetmeel af te breken. Honger maakt de rauwe bonen zoet. Dat is een spreekwoord. Of een gezegde. Ik weet ook het verschil niet trouwens. Als je goed doorkoudt, en dan komt dat speeksel komt ertussen, dat begint dat zetmeel al af te breken. En dan ga je dat doorslikken, dan krijg je die peristaltische beweging van je slokdarm, en dan valt het in de zoutzuur. Dat is je maag. En dan klots, 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 klots. En dan gaat het de 12-vingerige darm in. En daar is het basis. Dus heb je een pH van 8 of zo ongeveer. Iets meer misschien. En dan komt het de grote jungle waar jouw Escherichia coli kolonie zit. In je darmen zit Escherichia coli. Dat is een bacterie, dat is een darmbacterie. Niks aan de hand. Die hoort erbij. En dan begint het grote verteren. En als het helemaal klaar is, is al dat bloed wat langs de maag en de darmen en langs je mond, alles gaat eerst langs de lever. En de lever gaat het eventjes schoonmaken. Wat in je endeldarm zit, dat is volgens het plan al helemaal schoongemaakt. Dus dat, die omleiding van dat bloed, dat gaat niet eerst langs de lever. Dat gaat direct je lichaam in. En word jij anaal, dat is net de term, iemand spuit zijn sperma in je endeldarm. Ja, je kan het nog beter, vind ik ook een vies idee, maar je kan nog beter sperma in je mond stoppen. En dan is dat speeksel er helemaal doorheen. Lekker zeker. En dan doe je swallow. En dan flikkert dat sperma in dat zoutzuur. En dan borrel, 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 borrel. En dan komt dat sperma in het basische deel. Met de andere kant, het loog. Een pH-waarde van boven de 7. Ja, ik vind het vies hoor. Ik zou het niet doen. Maar dat is nog beter dan het in je bips te laten dingen zo. En dat staat allemaal in de Bijbel. Dat je dat soort gekke dingen niet moet doen. Als je dat toch doet, dan ben je onderdeel van de chaos. En op een dag, dan breekt alles in één keer door. En dan is het afgelopen met jullie. Maar joh, ik heb keelkanker, want ik befte altijd 2 wijven per week. Nou, mooi zo. Kan je ook niet meer lullen. Bek houden. Baarmoederhalskanker komt alleen maar voor bij promiscue vrouwen. Niet alleen maar natuurlijk. Overwegend. Significant veel. En die krijgen dat. Misschien is het zelfs wel zo eng
dat je baarmoederhalskanker kan krijgen van het feit dat je alleen maar denkt om het te gaan doen met je buurman. Dat zou ook nog eens waar kunnen zijn. Om het me echt een horrorverhaal te maken. Want de gedachte gaat vooraf aan de gebeurtenis. We hebben ons te houden aan de wetten en te luisteren naar de profeten. En niet lopen zeuren van ja, maar er waren allemaal Joden en de Joden die zitten in Hollywood en ik hou niet van. Terwijl je wel stiekem naar de Joodse porno kijkt, hè, viespak. Maar daar hebben wij ons aan te houden. Dus ik vond het wel een mooie, ronde uitzending. Om jullie terug te brengen naar de blijde boodschap. Dat die chaos die wij om ons heen hebben, met al die vrouwen die dan op hoge hakken gaan lopen, want ze hebben van die korte beentjes en ze willen ook ergens bovenuit stijgen. Ik zeg niet dat alle vrouwen kort zijn, want ik ken er een en die torent boven mij uit. Die is nog hartstikke mooi ook, qua huid. En opgegroeid als wees. Of zo iemand. Iemand zonder ouders. Iemand die niet zegt fuck you, maar wel vindt. Haar hoef je geen knollen voor citroenen te verkopen. Ze zijn hartstikke goede vrouwen. En er zijn heel veel vrouwen die hebben van die korte beentjes. Ja. En gaan ze dan op hakken lopen, dan moet je eigenlijk al zoiets hebben van waarom, mijn lieve schat. Het zijn van die kleine dingen. En van mij mag je op hakken lopen, ik vind het best. Maar niet naar je werk, om maar wat te zeggen. Als er een of ander maf feest is, dan doe jij hoge hakken aan. Een keertje gek doen mag wel. En dan weer gewone schoenen aan. He? Met een goed voetbed. En als je loopt, rol je voet goed af. Zeg het maar gewoon. Mooi naar achteren afrollen. Veel mensen doen dat niet, hè? Kijk maar eens op straat hoe mensen lopen. Je wordt er bijna zenuwachtig van als je ziet hoe zenuwachtig die mensen lopen. Dat hoef jij verder niet te doen. Jij mag gewoon rustig lopen. En je voet afrollen. Heerlijk. Je kan iedere dag schone sokken aandoen, maar daar kan je ook wasmiddelinfectie van oplopen. Misschien doe je wel 3 dagen met een paar sokken. Kies mooie sokken. Niet dat het kriebelt, want het moet een beetje lekker zijn. En dat kost helemaal geen drol. Die koop je hier bij de Action. Of een andere low-level tent. Op de markt kan je ook sokken kopen. Die doe je gewoon in een mooie platte schoen met een goed voetbed. En ga eens lopen. En net alsof je bij de drill sergeant bent van het Amerikaanse leger. Alleen er is geen drill sergeant, maar die hoor je wel. En die heet Christus Jezus. En Christus Jezus is met jou en jij gaat lopen. Als jouw voet achter je lichaam komt, dan val je voorover.
Want dan kom je in disbalans en dan moet dus die andere voet naar voren. En dat draait zich dan om en dan zit je de andere, misschien de linkervoet, ik weet niet wanneer je begint met tellen, hè. En dan zit die andere voet zit erachter en dan dreig je weer voorover te vallen. En dan moet dus de rechtervoet naar voren. Snap je? Lopen is een vorm van vallen. Als je je voeten afrolt naar achteren, dan stel je de val als het ware zo lang mogelijk uit. Je neemt grote stappen. Niet te groot, want dan krijg je pijn in je kruis. Al heb je korte beentjes, dan heb je dat wat eerder. Als je hem afrolt naar achteren, die voet, en je denkt terug aan je jeugd, of aan het verleden, wat is jou overkomen? Loop jij weg voor je verleden? Al die kortbenige mensjes, die lopen weg voor hun verleden. Dat is niet nodig. Je moet je voet afrollen. Christus is met jou. Christus is gestorven voor jouw zonden aan het kruis. Een beter verhaal is er niet. Geen gemopper meer over de werkelijkheid. Ja, maar ik had liever gewild dat ze zus en zo. Ja, ik ook. Ik had vooral gewild dat ik niet zoveel alcohol schop. Maar voor de rest heb ik niks fout gedaan. Ik ga nooit naar de dokter. Ik val geen mensen lastig. En de Belastingdienst zit achter mij aan. Dat jullie het nu bij deze even weten. En dat was gepland. Dus ik ben reuze tevreden. En dat gaan jullie ook zijn. Want jullie zijn allemaal kinderen van God. En hopelijk net zo'n eikel aan het einde van de rit als ik. En op zijn hamburgers, dan zeg ik, sagi, tjus. En dag lieverds.